Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag ga ik op een stukje akker zoeken, op een stukje veld, wat niet per se een stortakker is, maar waar wel oude spulletjes gevonden worden. Niet zoveel, want ik ben er al best vaak geweest. Des te meer een goede reden om de Manticore te proberen. Want de bewering is dat er meer power in zit. Meer power into the ground. Dus die power die wil ik graag benutten vandaag. Ik ga kijken of het lukt. De afgelopen keer had ik wat kritiek. Of die terecht is, weet ik niet. Want achteraf bleek dat mijn schotel niet zo goed was. Ik heb ondertussen een nieuwe schotel erop gedaan. Dus nu moet die zijn zoals die hoort te zijn. Mijn eerste vondst is een zegellootje. En ik moet zeggen, die kwam goed duidelijk binnen. Ja, hij lag ook niet zo heel diep, maar... was duidelijk. Helaas, er staat niks meer op. Het is vergaande glorie, maar het is wel een zegellootje. Het zit net aan... Ik denk dat het heel diep ligt. Ik ga het toch graven, want ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Hij geeft geen VDI trouwens. Hij geeft alleen een heel mooi signaaltje. En dat kringeltje wat op de 2D hoort te zitten. Ja, dat... Het is ook niet een heel mooi strak rondje meer. Maar goed, we gaan even zo goed om even kijken wat het is. Aldoende leert men, zeggen ze. Dus dan moet je ook soms gewoon dingen opgraven die twijfelen. Want dan kan je daarna zeggen van oké, de vorige keer was het dat. En toen vond ik dat. Dat is gewoon heel belangrijk om niet zomaar te oordelen. Nou, weer een zegellootje. Het lag en diep en ik zat ernaast. Laten we er eerlijk zijn. Het eerste gat wat ik zo diep graafde, dat hoefde niet. Want ik zat er gewoon naast. Maar dat was een beetje vertekend omdat het wat dieper lag. Nou, kwestie van alles weer dichtmaken. Prachtig rondje op de 2D-meter. En hij zegt 16. Dat is op zich best wel laag. Maar we gaan het zien. Ik zal er toch niet weer naast zitten. Nee, dat valt wel mee. Waar is het gebleven? Een stukje lepel. Een stukje lepel. Ik moet zeggen dat dit zijn stukjes lepel. Die komen bij andere metaaldetectors wel hoger binnen. Het is even wennen. Dan zou je zeggen, ja, de VDI is lager, maar dat is bij de Manticore niet zo. Dus zou de schaalverdeling ook hoger moeten zijn. Deze kwam wel redelijk laag binnen. Super klein musketballetje. Leuk. Strakke 18. Met een bijna perfect rondje in de 2D. Nou, we gaan het zien. Oh, hier ligt hij al. Het is een zegellootje. Thank you.
Weer een stukje lood. En dan denk je, nou, laat die live dicks maar even zitten, omdat je continu loodjes hebt. En dan heb je een super klein gespje. Ja, die had ik er dan wel weer op willen hebben. Nou ja, dan komt het zomaar in beeld. Wat een lief dingetje, hè? Super dun. Leuk. Ja! Ik heb geen fluitje, dus ik moet het zelf doen. Kijk dan eens even. Dat is leuk, hè? Dat is geen gordijnring. Ik dacht dat ik hem geraakt had. Hij zat namelijk precies... Ja, dat kan je niet meer zien, maar hij zat hier. Precies in waar ik geschept had. Nou, ja. Ik kan heel enthousiast gaan gillen. Maar dat is gewoon een ring. En volgens mij staat er... Er staat wel iets in. Ik wil zeggen, volgens mij staat er helemaal niks in. W. Dubbel. Nee, ik weet het niet. Gaan we thuis even bekijken. Ik vind hem leuk. Ik ben er blij mee. Nou, duitje. Daar is niks meer op te zien. Helemaal kaal, helemaal glad, helemaal dun. Hier krabt zo die korsten vanaf. Dan kan je soms nog wat zien. Nee. Helaas, pindakaas. Maar wel een duitje. Wel een oud duitje. Leuk. Nou, er is toch nog aardig geschoten in ons kleine dorpje. Of in ieder geval munitie neergelegd. Dit is weer een musketballetje. Dat is de derde al vandaag. Hoe divers kan je het krijgen? Een centje. Ja. Dat is wel grappig. Hij brokkelt helemaal af. Ja. Ik kan er natuurlijk een heel verhaal van maken, maar het is natuurlijk gewoon een centje. Het is een... jaren 80 treklipje. Prachtig signaal. Ja, die hoorde er ook bij. Die moet je graven. Ik ga het zo goed als dat ik kan proberen te laten zien. Gaat het hier om? Nou, graven maar. Nou weet ik natuurlijk niet meer waar die is. Dat is hem. Ik denk dat het iets kleins is, want...
Ach, dat is leuk. Ja, moet je eigenlijk even een borsteltje overheen halen. Dan zie je pas goed. Oh, kijk, hij heeft nog wat in zijn handen ook. Een soort van pistoolgerij. Kun je het zo een beetje zien? Of is het... Jawel, zo. Hartstikke leuk. Oh. Ja, dat is altijd leuk als ik een tin soldaatje vind. Zijn jullie nou ook gek op Toy Soldiers? Vergeet dan niet te abonneren. Lekker abonneren, kan je lekker af en toe gewoon ontspannen als je tijd hebt. Hoeft allemaal niet direct, maar gewoon als je tijd hebt, ga je lekker even filmpjes kijken. Dit was hem alweer. Zoekrondje met de Manticore. Ik heb lekker gezocht. Ik moet zeggen dat hij goed zijn best gedaan heeft. En ik ook natuurlijk. En ja, ik weet niet hoe lang ik deze machine heb. Want ik heb hem geleend van International Detector Center. Als jullie nou nieuwsgierig zijn naar een van deze metaaldetectors. Dus de Manticore of de 900. De Simplex, de Deus. Het maakt eigenlijk niet uit. Ze zijn daar allemaal te krijgen. Dus je kan contact opnemen met International Detector Center. En daar kan je al deze metaaldetectors bezichtigen, voelen, proberen en kopen. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.